Dag lieve mensen, ik ben Tine. Welkom op mijn kanaal. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je van een diaframe een schutboxje maakt. Ik heb het ooit eens gezien op een beurs. Wat hebben we nodig? Dus eerst en vooral een diaframepje. Snoepjes mogen weg. Twee papiertjes om het te bekleden. Eentje van 7x7. En voor de achterkant 5x4,7. We beginnen met dubbelzijdige tape op het diaframe te plakken. Het is natuurlijk mooi om op de voorkant van een junk journal of in een album of op een kaartje zelfs te plakken. Je kan het voor heel wat knutseldoeleindjes gebruiken. Hè. Zo, nog één randje. En daar kan je restjes papier voor op gebruiken. Hè. Plakband bleef aan mijn hand hangen. Goed aanduwen. Die rode dubbelzijdige tape, die plakt goed hoor. Zo zien dat dat redelijk mooi in het midden plakt. Voilà. En dan ga ik de binnenkant insnijden met een mesje. Zodat ik het papier kan, dat mag hier ook even weg, kan ontplooien. Hè. Mijn mat erbij nemen. En dan zien dat je van de ene hoek naar de andere hoek gaat. Oei, bij mij is dat niet zo heel erg, maar dat is nu niet zo erg. Zo. Je kan beter van in een hoekje beginnen en naar het midden toe gaan dan direct naar de andere hoek door te snijden. Hè? Want zo. Want dat wordt dan straks zo omgeplooid. Voor de hoekjes snijd ik dat zo een klein stukje een beetje rond. Zodat ik de hoekjes beter kan vormen. En anders is dat ook te dik als je dat hier vastplakt. Hè. Ik ga nog even langs de randjes met een vouwbeentje. Dan plooit het makkelijker. En dat gaan we dan zo aan deze kant vastplakken. Dus ga ik ook eerst hier op al de randjes tape doen. Zo. Je kan dat ook met lijm doen als je goede, stevige, plakkende lijm hebt. Niet met lijm van een Action, want dan valt het uit elkaar. Ik bedoel niet met sorry, even aan het denken ondertussen. Niet met tacky glue of zo. Want ja, het is plastic, hè. Je kan dat makkelijk met restjes papier maken. Hè.
En dan plooi ik de randjes om. En hier was mijn papiertje al wat gescheurd. En voor de hoekjes, dan duw ik net zoals dat ik bij een albumpje het kaft maak, plooi ik die hoekjes zo van naar binnen. Zodat je een mooie hoek vormt. Hè. Zo. Allee. Maar ik mijn duim bleef vastplakken. Zie je? Dan is het hoekje mooi dicht. Ook zien dat je het papiertje niet te kort op de rand knipt. Want als je het dan opplooit, dan zie je het diafreempje erdoor komen. Hè? Dus hier ook weer het hoekje. Maar dat plakt zo hard. Het hoekje van naar binnen. En dan het omplooien. Hè. Zo. Dan pakken we het stuk dat we doorgesneden hebben en dat plakken we dan ook zo. Hier moet terug een stukje tape op. Kan je natuurlijk nu wel met lijm doen, want het is papier op papier. Hè. Maar ik ga toch tape gebruiken. Zo. En het stukje dat dan te lang is hier, dat knipt je gewoon af. En dan is ons framepje al bekleed, zo. Voilà. Mooi, hè? En dan nu voor de achterkant. Daar moeten we dan eerst een stukje foam opplakken. Dus ik heb hier zo een rolletje. Je kunt dat ook met kleine van die vierkante foampjes doen. Deze is nogal dun, dus ik denk dat ik er twee op elkaar ga moeten plakken. En deze is ook nogal breed, dus dat is ook nog eens een stuk afknippen, hè. Dus gewoon deze zijden bekleden. Allee, beplakken. Met foam. En ik ben fout bezig. Want hier moest eerst een stukje sheet tussen. Ik hoop dat ik het er nog af krijg zonder dat ik het helemaal stuk maak. Je ziet, er kan altijd wel iets fout gaan. Al ja, als je knutselt kan je eigenlijk niks fout doen. Hè. En gelukkig dat ik het op tijd zie en dat ik het er nog makkelijk af krijg. Allee, deze wel iets minder. Ja, mijn papier is aan het scheuren. Dat is natuurlijk minder goed. Want dat gaat er wel anders, ziet het dat wel. Hè? Oef, gelukkig heb ik het er nog afgekregen. Allee, nog een klein stukje. Kom aan. Voilà. Dat was niet slim van mij. Dus hier moet eerst een stukje plastic op of sheet. Of een stukje mica, kan je het ook noemen. Even zien, want ja, nu plakt dat natuurlijk direct vast.
dat ik het niet te groot heb gesneden. Nee, dat is net goed. Dit is dus ook 5 op 4,7. Maar ik denk dat ik hier nog een klein stukje moet afknippen. Dus dit gewoon terug beplakken met dubbelzijdige tape. Als ik dat niet had gedaan. Dan had ik geen ruimte om de kraaltjes of de glitter of wat dan ook dat je er wilt instoppen. Om het erin te steken. Hè. Zo. Dan is het. Goed aanduwen. Ja, hier plak dan nog zo'n stukje foam. Zo, en dan komt hier dat stukje sheet op. Voilà. Hier is nog een klein stukje te groot, maar dat kan je dan makkelijk zo nog afknippen. En hier komt dan de foam op. Amai. Mijn schaar die plakt keihard. Zo. En ik denk dat ik dus best 2 laagjes op elkaar plak. Zodat het wat hoger is, hè, dat de kraaltjes ertussen kunnen. Ja, eens dat je schaar begint te plakken, is het vervelend. Hè? Ik ga een andere nemen, want deze. Zo. En dan ga ik er nog een laagje over doen, zodat het wat dikker is. Deze plakt ook wel hard, zeg. Hier ga ik nog een klein stukje moeten bijplakken, want dat is niet. Ja, deze schaar was ook al helemaal beplakt. Oké. Zie je, want dat hoekje, daar moest nog een stukje op. Voilà. Dus en dan nu terug. Allee. Oh mijn god. Blijft gewoon overal aan plakken. Zo. Ja, deze foam die plakt wel hard, hè? Zo. Ik denk dat deze iets te breed is. Ja, dat is niet zo simpel, hè.
Al mijn scharen hangen al vol. En dan dat hierop. En dan gewoon even wegknippen wat dat er uitkomt piepen. Hè. En dan aan deze twee kanten nog een stukje. Zo. En nu nog de andere kant. En dan zijn we al bijna klaar. Dan kan ik het al bijna vullen. Zo. Zie je dat dat zo wat dikker is? En dan komt hier achteraan dat papiertje nog op. Maar eerst moeten we nu er wat kraaltjes of wat glittertjes in doen. En dan komt dit hier zo. Dus ik ga even er iets bij nemen. Zo, ik heb hier wat gele dingen. Ja, ik ga er gewoon wat gouden glittertjes in doen. Dat geel, dat gaat daar niet bij passen, dat goud. Deze is ook nog van bij Action, van bij, dat is van Decotime. En ik heb hier zo drie verschillende tintjes en die ga ik erin doen. Natuurlijk goed kijken dat je niet op de foam strooit. Ja, wat ik dus al voor heb. Hè. Proberen van niet op de foam te strooien. Ik denk dat dat genoeg is dat erin zit. Zo. En ik ga dat toch wel... Ik dacht dat ik hier een pincetje had, maar ik zie het niet direct. Dus wat ik gemorst heb, ga ik er toch afdoen. Allee, proberen. Dat gaat niet. Zo'n klein beetje zal wel geen kwaad kunnen. En dan komt hier dat papiertje op. En ik denk dat ik in de verkeerde richting aan het plakken ben. Nee, het is oké. Voilà. En dan is het al klaar. Het schutboxje. Hier, die randjes, die zijn wat wit nu, waar dat je die foam ziet. Maar dat kan je natuurlijk oplossen. En je kan altijd een beetje inkt nemen. En een toeltje erbij. Dat zal niet gaan, hè. Als de filter af is, dan gaat het er niet meer blijven aanplakken, hè. Dus zo. En dan in de, met het kleurtje dat erbij past, natuurlijk. Maak je dan het randje. In dit geval oranje. Oeps.
Er hangt al glitter aan mijn inktpadje. Zo, voilà. En dat is het schutboxje. Mooi, hè? Je kan daar nog altijd iets van decoratie op plakken. Een bloemetje of een knopje. Dan bij de kleur die erbij past. Dus dat is naar eigen goesting, hè. Zo. Bedankt om te kijken. En tot volgende week. Dag.